Minister Reshma Kuldeep Singh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie wil binnenkort namen van ondernemingen publiceren die zich schuldig maken aan onder meer prijsopdrijving. De bewindsvrouw sprak reporters eerder deze week voor de wekelijkse ministerraadsvergadering over brandende vraagstukken binnen haar beleidsgebied. We gaan weer beginnen met nameshame, want we zien dat het, toen het nameshame was, heeft het wel gewerkt. En we zien dat het nu toch weer, dat mensen toch weer overdreven aan prijzen. We snappen dat we in een turbulente situatie zijn, een crisissituatie met alle protesten, de koers stijgt. We snappen het. Maar er is een meldingsplicht. Als je ziet dat er een inflatie is, meld het ministerie, vraag het ministerie toestemming. En dat zien we ook niet gebeuren. Ik heb meldingen gehad voor deze week en u gaat merken deze week hard optreden. We hebben gehoord van winkeliers dat een... de importeurs prijzen hebben verhoogd. Er is niet aan ons gemeld. Dus ook de winkeliers die prijzen gaan verhogen en niet hebben gemeld. En het besluit bij ons is dat de prijzen zijn vastgesteld op een bepaald bedrag. Zullen wij ons houden aan dat stukje. De minister stelt dat ondernemers die recentelijk prijzen van goederen hebben verhoogd, moeten kunnen aantonen dat ze hun lading tegen de nieuwe koersen hebben ingekocht. Ze merkt op dat sommige handelaren de oude ladingen verkopen tegen nieuwe prijzen, terwijl de ten verkoop aangeboden goederen tegen oude douanekoersen zijn opgekocht. De koers is deze week gestegen, dus je moet me kunnen aantonen dat je deze week binnen hebt gehad en voor die koers van 25 hebt betaald. Ik snap dat je je producten weer moet aanschaffen, maar dat wil niet zeggen dat het volk het gelag moet betalen. Snapt u? Dus we zijn bezig te praten. Ook met de importeurs zijn we bezig te praten. We zijn bezig een strategie uiteen te zetten. Ik heb ook de importeurs gezegd. Het is mij elke keer gezegd. Elke keer wordt de overheid verweten dat we met oude wetten komen, verouderde wetten van de jaren 80 of de jaren 70. Maar ik heb toen ook gevraagd, wat heeft het bedrijfsleven gedaan om de overheid te helpen om te zeggen van luister, ik heb die deskundigheid, ik heb dat geld, laat me je helpen om die wetten te vernieuwen. Nou, ik heb nu een werkgroep gemaakt met het ministerie en het bedrijfsleven. Laten we kijken welke wetten verouderd zijn en dat we beide een win-win situatie hebben. Dat het volk niet pinaart, dat de winkeliers niet eronder lijden, maar dat de importeurs ook niet eronder lijden. Kuldeep Singh merkt op dat het bekend is dat tijdens een crisissituatie er altijd turbulentie heerst op de goederenmarkt. Ze zegt dat in deze situaties veel handelaren winsten willen maken en dat de koersen plotseling verhoogd kunnen worden. Het moet volgens de bewindsvrouwen ook bekend zijn dat de koersen internationaal zijn verhoogd. Over het protest dat eerder deze maand plaatsvond nabij het ministerie, zegt Kuldeep Singh dat ze haar best heeft gedaan om tot het volk te praten. Omdat ze werd uitgejouwd, is ze teruggegaan naar haar departement.